mijn naam is Erin, ik ben 23 jaar en ik ben ongeveer een jaar geleden gestart in de financiële sector. En eigenlijk direct in een fantastische professionele omgeving terechtgekomen. Met fantastische mensen, waaronder Dietmar. Dietmar, de eerste keer dat ik hem sprak was bij hem thuis. En ik heb toen al direct ook zijn dochter en zijn kleinzoontje mogen ontmoeten. Fantastische mensen, fantastisch huis ook. Dat heeft er voor mij wel direct duidelijk gemaakt van ja, die man die mag wel echt van zichzelf zeggen dat hij het gemaakt heeft. Niet alleen door de materiële dingen, want hij blijft daar ook allemaal heel bescheiden bij, maar gewoon door zijn familie en zijn gastvrijheid en zijn manier in omgaan. Hij heeft mij heel erg geïnspireerd. Ik vind gewoon dat hij zichzelf een succesvol man mag noemen, omdat hij gewoon zijn carrière volledig zelf aan zichzelf te denken heeft. Hij is altijd consistent gebleven, altijd gewoon blijven gaan, zijn focus bewaard. En ja, daar kan hij nu gewoon de vruchten van plukken. En dat is fantastisch om te zien. En ik kan er alleen maar ook van dromen dat mij dat op een dag ook overkomt.